zo sad. Ik ben zo verdrietig. Ik keek in mijn YouTube spamvakje. En ik zag reacties, jongen. Zoveel reacties. Ze hebben me zo sad gemaakt. Terwijl ik zo sad was, dacht ik zo van... Hey, is dit niet een perfect moment om daar een leuke video over te maken? Dus dames en heren, vandaag is het ook wel weer tijd voor... Reageren op haat! Wacht, voordat de Roos intro begint. Hoi Ronald, ik ben 8, dus wil je minder over seks hebben en minder schelden? Als er seks in zit, zet dan een waarschuwing, zodat ik weet dat ik dit niet mag kijken. Disclaimer. Sommige reacties gaan wel een beetje te ver. Waarom wordt alle muziek verneukt door die kleine kinderen en vloggers? Dit gaat over besef, zo gaat het in Minecraft, hè? Nou, beste broers, ik kan er niks aan doen. Die verdomde buurman begon als een grap. Dat was een uitgelopen grap. Ik had er ook niet gevraagd dat die video meer dan 4 miljoen views zou krijgen. Maar bedankt voor je reactie. Het spijt me zo zeer. Het spijt me zo zeer dat ik de muziek van tegenwoordig verpruts. Volgende reactie is best wel origineel. Ik heb hem niet vaker gezien. Ronald, je stinkt naar een grote kut. Fair enough. Dankjewel voor je reacties. Dus mensen, als jullie mij bij de Dutch YouTube Galaxy, waar ik trouwens bij ben, kom niet naar me toe. Want ik ruik naar een grote kut. Mijn domme kutvriend denkt dat je Roblox zo schrijft. Roblox. Ja, vind ik ook niet kunnen hoor. Daar moet je geen vrienden mee zijn hoor. Echte vrienden schrijven Roblox als dit hoor. Ik begrijp dat je deze reactie hebt geplaatst onder mijn Jan Dere Simulator video. Toch wel een soort van Roblox. Waarom heb jij zo'n kutkop? Echt een groot voorhoofd. Heb je je hoofd opgepompt? Waarom moet je dit nou weer plaatsen? Dat is mijn enige onzekerheid. Ik kan hier ook niks aan doen. Helemaal niks. Daarom draag ik nu ook een pet. Mijn hoofd is niet opgeblazen of opgepompt. Dankjewel voor je reactie. Dankjewel, Vee. Je hebt me een stuk zekerder gemaakt. Fuck yo, kut homo wijf. Dankjewel. Dit verdomde... Volgens mij vond hij die verdomde buurman niet zo leuk. Maar dankjewel voor je reactie trouwens. Goed opgebouwd. Topper, dat heb je vast geleerd van je ouders. De volgende reactie is geplaatst door Love. Door liefde. Wat een kutlied. Ga ze zijn leven zoeken. Nou, dit is niet echt aardig. Ik vind het wel leuk dat deze reactie met 4 boze emoticons is geplaatst. Die verdomde buurman heeft Love zo boos gemaakt. Koop een katlul en lach om je eigen katlul. Thanks voor je reactie. De volgende reactie is geplaatst door Remy. Jeetje. Echt een kut video. Jeetje, mineetje. Mensen zijn niet echt lief geweest onder mijn verdomde buurman nummer. Zo wat zeggen, je moet ervan houden. Sommige mensen vinden het leuk. Sommige mensen vinden het poep. Je kunt niet echt iedereen blij maken. Ronald denkt dat hij views krijgt door peace te zeggen. Wat? Wat? Vrede jongens, dubbel vrede. Waarom mag ik geen peace zeggen? Niemand kijkt toch het einde van de video. Dan zijn het meestal als je de video afsluit, dan klik ze al weg. Om het eventjes duidelijk te maken. Gebruik peace inderdaad om meer views te krijgen. Om wat meer liefde te krijgen van de wereld. Je bent stom kutkind. Mijn zusje kijkt niks anders meer kutmens. Groet aan je zusje. Waarom zat Famke Louise in je hand? Haha, vanwege mijn poepvlek hier, hè? Volgende reactie. Hopelijk is die lief. Ronald is pro. Ah, maar is een k-penis. Oké, jongens, ik ben een k-penis. Maar dankjewel voor je compliment, hè? Ik vind het leuk om te horen dat ik pro ben. Kut, Ronald, je verdient het niet. Stop met YouTube. Jij bent sexy hoor. Ik wil graag seks met je hebben. Oké, goed om te weten. Ik voel me gevleid hoor. Roblox is kut. Wat een kutlied. Ga kappen met die Ebola liedjes produceren. Ik heb mij 1 nummer gemaakt. En door deze reactie komen er meer. Is een lange. Ga de volgende reactie even wat emotioneel maken. We gooien er zielig muziek onder. Zwart, wit en zwarte bal. Wat een kutlied. Vanuit elke mogelijke punt. De kwaliteit van de video doet zelf nog onder Famke Louise. De lyrics slaan nergens op. En klinken niet eens goed. Fijne beat. Enige wat goed is aan dit lied. Maar ja, dat is gemaakt door mensen die wel wat kunnen. Zou me eigenlijk verbazen als dit niet de top 10 van slechtste liedjes ooit haalt. Nou, Jelle, het is een van de meest
meest bekeken video's van 2017. Positief. Ronald, stop gewoon, man. Probeer niet te zijn zoals de rest en ga gewoon ander werk doen. De rest is irritant. En als je op hem wilt lijken, jij dus ook. Word gewoon lekker politieagent of zo. Hij heeft wel humor. En ga op zoek naar buurman die zich op deze manier gedragen. Dan draag je tenminste nog iets bij aan de maatschappij. Hé, dat ruimt wel. Je moet rapper worden. Maak een nummer of zo. Maar dankjewel voor je reactie. Je hebt mijn aandacht gekregen. Graag gedaan. Ronald, je hebt een kop. Dankjewel. Ronald, wil je seks? Nee. Ronald, je bent kut en poep als je geen Roblox speelt. Nou, binnenkort weer Roblox. Speciaal voor jou. Ik wil niet kut en poep zijn. Je vindt Brabanders niet kut. Vind je Limburgers ook niet kut? Nee. Oh shit, de volgende reactie is aan Fortnite persoon. What the fuck? Weet je wel hoe je moet aimen? Please stop, je zegt pik. Dankjewel voor je tips. Ik zal het meebrengen in mijn Fortnite opnames. Er komen meer. Je bent eigenlijk gewoon een 2012 PewDiePie op de uitverkoop. Maar die vond ik wel leuk bedacht. Die is tenminste origineel. Van alle PewDiePie reacties, dit zonder grap de origineelste. Goed gedaan, Joost. Dit waren alle haatreacties voor deze keer. Ja, ik wil trouwens gewoon iedereen bedanken die altijd gewoon positief reageert. Altijd blij dat ik jullie een glimlach op jullie gezicht kan toveren. Zeg mensen bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet natuurlijk niet om het duimpje omhoog te smashen. Abonneer natuurlijk op mij voor meer zulke vette video's. Druk op het belletje, laat achter je... Oh ja, natuurlijk, iedereen heeft al weggeklikt. Peace.